Hallo, ik zie een heleboel kerstbomen. Jullie zijn op weg naar? Ziro. En wat gaan jullie daar doen? We gaan deze kerstbomen inleveren. En het geld dat we daarmee ophalen, dat gaat naar het goede doel. En wat is het goede doel? Het KWF. KWF. En in het bijzonder? Mijn oom is overleden en die heeft kanker gehad. En wij dachten dat het leuk was dan om geld op te halen voor de kankerstichting. Dat is een heel goed doel, hè? En ga je nog meer kerstbomen ophalen of zijn dit de enige? Nou, we hebben er nog een paar in de achtertuin liggen. Oh, dus je bent al rond geweest hier in de wijk? Ja. En heb je ze gewoon opgehaald, dus langs de deuren of heb je ze ergens gevonden? Nou, meestal liggen ze gewoon bij iemand voor het huis. En dan nemen we gewoon de kerstbomen mee. Ik zie al heel wat kerstboompjes liggen. Hoeveel hebben jullie er al weggewerkt? We beginnen net, 2:30 begonnen. 2:30 ben je begonnen, maar er liggen hier hoeveel? 20. 20 boompjes. En wat verwachten jullie? Misschien wel 300. En die gaan allemaal door de machine heen? Nou, misschien de meeste wel. Ja. En wat gebeurt er met die afval? Wat gaat daarmee gebeuren? Gaat die naar de? Die gaat naar de gemeentewerf en daar vandaan gaat het naar met de vrachtwagen waarschijnlijk naar Gepen Kropen. En wat krijgen ze voor als ze dat inleveren? 50 cent per boom. En hebben sommige 10 bomen bij zich waarvan je denkt van nou, dat schiet lekker op. Dan hebben ze dus inderdaad 5 euro verdiend. Ja. Afgelopen jaar bent u hier ook geweest, klopt dat? Vorig jaar stond ik bij Sierobe in het dorp. En hoeveel had u er toen? Ja, dat weet ik niet. Maar was het toen ook veel? Iets minder. Ja. Want het loopt hier lekker aan, hè? Ja, maar het is ook voor de hele wijk Kleis en Waldijk. En in het dorp, de Siro's in het dorp, daar hebben we oude mensen en die doen dus geen... Wat krijg je nou voor een boom? Volgens mij krijg je dan geld. Ja, 50 eurocent. Dus het, ja. Ja. Oké. Okay. Dus ik zou nog maar even rondlopen, misschien dat er nog ergens wat ligt. Dan kan je nog eventjes wat verdienen. Dat is wel handig zo, ja. Ja, vind je ook niet? Ja. Kom je niet te dichtbij? Nee. Ja. Afgeven? Ja, dat gaan we doen. Hallo, wie ben jij? Jari. Jari, en ik zie hier opeens een hele aanhangwagen vol. Kerstbomen. Kerstbomen. En ik heb begrepen dat dit al de tweede rit is, klopt dat? Ja. En hoeveel zijn het er wel niet nu? De eerste rit was 21 kerstbomen. 21 kerstbomen? Ja. En nu? Iets van 15. En wat ga je ermee doen? Ga je sparen? Want elke kerstboom geeft 50 eurocent, hè? Ja, ik ga er voor iets sparen. En weet je al iets dat je denkt van nou? Nee, dat weet ik nog niet. En ga je nog een keer? Ja, er liggen nog kerstbomen in de tuin. Nog meer? Kan je nagaan, zeg hé. Niet te geloven. De gemeenten om ons heen zijn bezig met kerstboomverbranding. Maar in het geest doen ze toch eventjes anders, want daar versnipperen ze naast. Naast me staat Theo Krom. Theo, hoeveel jaar doen we dit al? Ja, bij mijn weten, zolang als ik hier werk. Dus ik denk sowieso wel 20 jaar dat het in het geest gewoon versnipperd wordt. Oké, en hoeveel heb je al binnengekregen, denk je, aan bomen? Nou, vanmiddag denk ik rond de 50. En vanochtend hebben we er al zo'n ruim 300 op adressies versnipperd. En er zijn sommigen die komen met hele laadkarren komen die binnen. Ja, dat klopt. Die zijn goed bezig. Die zijn aan het verzamelen. En die kinderen zijn de hele week aan het bomen verzamelen geweest. En die krijgen dus meer geld. Het is 50 cent per boom. Dus die lopen soms lekker binnen. Ja, zeker. Maar verzamelen jullie ook? Rijden jullie rond of zo? Dat je nog een keer verzamelt? Hebben jullie dat al eerder gedaan? Nou, wij rijden nooit niet echt rond. Als de mensen bellen en ze hebben echt 30 bomen of meer, dan komen we langs met de versnipperaar en dan wordt het aan huis versnipperd. Ja, en want er blijft altijd wel een boompje liggen, denk ik dan maar, hè, na dit versnipperen. Wat kunnen de mensen dan doen? Ja, het beste is als ze gewoon in hun GFT-bak stoppen, als dat past. En anders kunnen ze het naar de werf brengen, maandag, donderdag en zaterdag. Dan zijn we geopend.